Tom, de bestelling. De bestelling is hier! Dank je kaas, alsjeblieft. Thanks, kaas, deze wordt er niet echt bij. Oké, het is tijd voor een aantal unboxings. Fucking huge ass unboxing. Oké, dus wat hebben wij allemaal besteld? Het is nog maar de helft of zo, hè? Het is nog maar de helft. Ja, dus wat zal het zijn? Rara. Ja, het heeft niet echt een duidelijke naam. In ieder geval een grote diffuser om licht op te schijnen en dan mooie zachte licht te werpen. Dat eigenlijk. Maar we gaan hem laten zien. Hij is 2 meter bij 2 meter. Dit is meer voor jou. Ja, zeker. Laat ik die ook eens openmaken. Want donderdag, nieuwe Livingtons aflevering opnemen. Starkies in. Jij moet harder praten dan ik, hè? Oké. Okay. Twee keer zo hard. Hey, cajon nemen we natuurlijk op. En dit is voor de cajon. Het is een kickdrum. Het lijkt wel als Sinterklaas, de surprises uitpakken. Dit is voor de kick. Dus die kan heel mooi de bas opnemen. En hij filtert ook veel lucht weg. Oeh. Oh. Hij is ook zwaar, man. Oeio. Zwaarder dan je verwacht, toch? Echt wel. Maar ook groter dan dat ik verwacht toen ik het zo dit plaatje zag. Dus ik ben heel benieuwd. Paul, ik ben benieuwd. Ik had in ieder geval een test beluisterd met 4 mics. En toen hoorde ik van, dit is hem. Dit is echt. Ik zal even een linkje ook naar die test sturen. Oké, op naar de volgende. Het is wel extra cadeautjetijd voor mij vandaag, hè? Ja. Nou, hier een monitor. Ja, kan jij hem vast een beetje uitpakken. Dus we willen alle drie dezelfde monitor hebben. Ook een goede monitor voor het editen. Maar ik wil hem al graag heel snel hebben, omdat ik aan het editen ben. En Gilbert en Joshua zeiden van, kopen we die van ons wel wat later. Ja, dit is dan de Dell Ultra Sharp. En er staat hier UP2516D. En dit was eentje met 10-bit kleur. Verschillende kleurprofielen. Dus ook Adobe RGB. Knip. Verstelbare voet, man. Hij is fucking nice. Oh, even snel een blik werpen hierop. Oh, even hoor. Wow, yeah. Zo. Ja. Nee, wacht. Oh ja, nee, je moet hem... Nee, hij zegt dat je eerst de monitor erop moet. Ja, die klikt gewoon. Woehoe. Dus je kan hem ook makkelijk weer afhalen en meejatten. Fuck. Oh. Jij had hem al uitgepakt, hè? Thuis. Niet zeggen. Stiekem. Fucking lekker. Oeh, dit is zwaar, man. Zelfs de doos is zwaar. Zwaarder dan die van iedereen. Leg hem neer, Mattie. Lekker. Lekker. Hey, en hij is quad HD. Dus hij is meer dan full HD. Maar hij zit dus tussen Full HD en 4K in. Ja, en... Wij dachten 4K is nog een beetje te overkill. Ja, en... Tenminste, het is niet zo nodig ten opzichte van de andere features die we wel willen. Precies. Dus die andere features zijn 10-bit, goed gekalibreerde monitor die nog... Oeh, een haartje. Goed weggeblazen zonder te. Ja, echt nice gedaan. Ik een beetje het kennen. Lekker, man. En dus ook nog een extra USB 3.0 hub. 2 keer HDMI, 1 keer normaal DisplayPort, 1 keer mini DisplayPort. Ja, ik kan niet wachten tot ik de tweede heb. Ik kan niet wachten tot ik de tweede hiervan heb. Maar we zeiden het al, eentje wordt voor de preview van de video en de tweede monitor is vooral voor de tools. Dus die tools hoeven niet per se super mooie kwaliteit beeld te hebben. Maar dit is wel leuk, want we kunnen zo even het verschil zien tussen mijn oude LG IPS monitor. Dan hebben we wel nog deze erbij. Hey, en hij is dus niet zuinig, hè? Oh. Hij is dus een C. Oh. In plaats van een A. Nee. Ja, gisteren dus hadden we het over flex. Dus van die zwarte flex om je licht om ervoor te zorgen dat je op een bepaalde plek geen licht schijnt. En Gilbert wilde zo graag gewoon 2 flags.
dat hij zei van laat mijn monitor anders maar even zitten. Die komt dan later wel. Dus ja. Zo'n hele stomme doos. En wat krijg je erin? Dit. Oeh la la, maar we hadden dus twee verschillende flags, hè? En dit was de kleine versie. Dit is de kleine flag. Ja. En de grote, die is 1x1, maar die kan uitklappen tot 1 en dan 2 lang. Waarom zit hij niet strak daar? Moet je hem omhoog buigen? Ja, hij staat naar beneden. Ik denk ook niet dat hij naar beneden moet staan. Nee, dat kan gewoon niet. Oeh, maar dat is niet leuk. Dan moeten we het terugsturen. Dan kun je het gelijk met de oplader van de Ronin terugsturen. Ja, ik zie ook wel dat hij beschadigd is. Nee, hij is al gewoon op een soort van barst hier. Helaas. Nou ja, oké. Dat was het. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.